Opnieuw brand in de kelderbox in torenflat De Munt. De Big Draw Festival was in Coda, ASEC en Gigant. Vrijwilligers van het Rode Kruis krijgen dessert aangeboden. Sinfo City beleefde haar 1250ste radio-uitzending. Kinderboek tussen de grafheuvels gepresenteerd. Veel onzekerheid over het aantal bezoekers bij Orpheus. En school maakt film over het Apeldoornse bosdrama. Vrijdagnacht heeft er in de torenflat De Munt in Apeldoorn brand gewoed in een kelderbox. Door de enorme rookontwikkeling werd er in eerste instantie de eerste etage ontruimd. Later moesten ook de bewoners van de andere 15 etages hun woningen uit. Ze werden opgevangen in de naastgelegen Ichtus basisschool. Door de brand is er een waterleiding gesprongen, waardoor de 64 woningen van de flat enige uren zonder water zaten. Het was voor de tweede keer dat er een kelderbox in brand stond. Tijdens de jaarwisseling van 2018 naar 2019 was het ook al raak. Toen was de brand door vuurwerk ontstaan. In beide gevallen trok de rook via de buitengevels naar alle 16 verdiepingen toe. Dat bleek uit de metingen die de brandweer verrichtte. De politie had een onderzoek naar de oorzaak van de brand ingesteld, maar heeft die niet kunnen vinden. Op verzoek van een bewoner wordt nu uitgezocht of de oorzaak alsnog kan worden achterhaald. De brand was binnen een uur geblust en konden de bewoners rond 4 uur 's nachts weer terug naar hun woningen. Vrijdagavond is een personenauto op een parkeerplaats aan de Kunstenaarshoeve in Apeldoorn uitgebrand. Vorige week zaterdag ging er ook een auto in vlammen op, enkele honderden meters van deze brand vandaan. De brandweer was er snel bij en kon voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. De politie gaat uit van brandstichting en onderzoekt de autobrand. Voor het eerst werd de 2020 Big Draw Festival in Apeldoorn gehouden. Vrijdagmiddag waren de voorbereidingen daarvan in Museum Coda in volle gang. Bij dit festival stond tekenen als kunst centraal. Nou, tekenen wordt waarschijnlijk nog heel veel gedaan, maar wordt misschien niet altijd ook verbonden met kunst. En het proces van tekenen kan natuurlijk je creativiteit beïnvloeden. Je kan een kleurplaat tekenen, maar er zijn natuurlijk meer dingen waar je gewoon tekenen ook mee kan associëren. Dus je creativiteit als kind leer je natuurlijk ook omgaan met potloden, maar er is meer. Je kunt veel meer met tekenen dan een kleurplaat tekenen. Dus juist buiten die lijntjes kleuren, tekenen, je creativiteit laten beïnvloeden, dat vinden wij als Coda gewoon heel erg belangrijk. Volgens kunstenaar Mirke kende dit festival ook een boodschap. Eigenlijk is de boodschap van Big Draw tekenen is voor iedereen. Of je nou arm of rijk bent, jong of oud. En het festival heeft de ambitie om het bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen. En sinds een aantal jaar wordt dat ook in Nijmegen georganiseerd. En sinds dit jaar ook in Arnhem en in Apeldoorn. Tekenen op papier is zo gewoon, maar je kan het ook op een groot doek doen. Niet alleen, maar gezellig met een aantal kinderen bijvoorbeeld. Het vel wat hier op de grond ligt, die fantasieboom, die is door meer dan 10 kinderen gemaakt. Die hebben daar gezamenlijk onder begeleiding van mij en van Christa Burger aan gewerkt. De meeste dingen die je hier kunt zien, die zijn gezamenlijk tot stand gekomen. Ja, dus dat is even wat anders dan de kunstenaar die zijn kunsten laat zien. Precies, precies. Want dat is dus ook het idee dat iedereen mee mag doen. En dat er ook geen verschil is tussen amateur, professional, jong, oud. Dus het zijn echt samenwerkingen wat dat betreft. Er zijn talloze manieren te bedenken waarop en waarmee er getekend kan worden, laat Mirke weten. Het kan zich op de straat afspelen, op ramen. Er kan met licht getekend worden. Maar ook net zo goed met potloden. Dus het is echt tekenen in de breedste zin van het woord. De Big Draw Festival werd ook bij ASEC, Gigant, Coda en in de binnenstad gehouden. Zondagmiddag is er een lichaam van een man bij het station gevonden. De man lag bij het monument De Kus. Volgens de politie is de man een natuurlijke dood gestorven. Over de identiteit van de man is niets bekend.
Maandagochtend is een auto op de afslag van de A1 naar de A50 toe uit de bocht gevlogen. De auto ging daarbij over de kop en belandde in de berm. De bestuurder kwam met de schrik vrij, maar hield daar wel lichte rugklachten aan over. Mogelijk is de bestuurder de macht over het stuur verloren en is door de natte en gladde wegdek over de kop geslagen. Komt-ie dan? 1, 2, 3, afzakken! En daar is hij dan, een zoete bitterbal, onthuld door burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn in de balzaal van Paleis Het Loo. Het markeert de doorstart van toetjesrestaurant De Dessert Club, die eerder dit jaar op veel publiciteit kon rekenen. Nou, we zijn laat met de laatste voorbereidingen bezig. Dus alle taarten die straks op de tafel komen te staan, worden hier voorbereid. En hier ontvangen we zometeen alle gasten. En die gasten bestaan uit een gemêleerd gezelschap, maar centraal staan medewerkers van het Rode Kruis deze middag. We hadden met elkaar erover, oké, hoe kunnen we iets moois en betekenisvols ervan maken. Dus toen hebben wij eigenlijk gezegd, oké, we willen de vrijwilligers van het Rode Kruis hier uitnodigen. Wij hebben juist gekeken, oké, wat is nou een partij die ook betrokken is geweest, maar waar je gewoon niet zoveel van hoort. En dat is het Rode Kruis geweest. En Marijke Zomer, die is een van die gelukkige Rode Kruis vrijwilligers. Nou, we kregen vorige week een mailtje van, wij vinden als Rode Kruis dat jullie uitgenodigd moeten worden voor het dessertbuffet. Omdat jullie erg veel tijd in het Rode Kruis gestoken hebben in de tijd van corona, dus de afgelopen 6 maanden. Symfocity. Radio Apeldoorn, altijd dichtbij. En zo begon maandagavond de 1250ste uitzending van het radioprogramma Symfocity. Het radioprogramma wordt gemaakt door 2 teams die om en om op de maandagavond de uitzendingen verzorgen. Maar voor deze speciale uitzending waren ze er nu allemaal. Presentator Timo Diedering beet het spits af. Goedenavond, welkom bij wel een hele bijzondere uitzending van Symfocity. We hebben deze uitzending namelijk niet zomaar een goed gevulde uitzending, dat hebben we namelijk ook wel, maar dit is ook onze goed gevulde 1250ste uitzending. Symfocity, dat is een ruim begrip, maar wat draaien jullie eigenlijk van de symfonische muziek? Het is symfonische en progressieve rockmuziek. Die grens daartussen is heel erg vaag. Je moet denken, symfonische muziek, dan denk je aan Pink Floyd en dat soort muziek. Genesis, progressieve rockmuziek ook, van IQ, Pendragon, allemaal bands die niet bij de grote meute bekend zijn, maar die hele goede muziek maken. Technicus Arthur Hagenburg is de langzittende van het huidige team. Via een collega op zijn werk is hij bij Symfocity terechtgekomen. Timo is sinds 2016 presentator bij het radioprogramma. Hij had gereageerd op een oproep via de site. Martinka Zandijk is ook presentator en kwam ook in 2016 de ploeg versterken. Zij stopte enige tijd omdat zij een kindje kreeg, maar kwam later weer terug. Hans Vaderhorst is sinds 2 jaar als technicus bij het Symfocity-team. Door de coronamaatregelen werd er maandagavond geen groot feest gegeven. Vandaag zullen we het wat simpeler moeten doen. We zijn alleen met het complete team bij elkaar. Wat overigens ook niet zo vaak gebeurt, omdat we ook het team in 2 delen hebben gedeeld. Die om en om een week de uitzending voor hun rekening neemt. Symfocity wordt niet alleen door RTV Apeldoorn uitgezonden. Er zijn meer zenders waarop het radioprogramma te beluisteren is. In totaal 6 zenders op dit moment. Dus Deventer, Voorst, Ede, Veluwezoom en... Om Arthur een beetje te helpen, heet die laatste zender RTV Rijnstreek. Bij RTV Apeldoorn is Symfocity op de maandagen te beluisteren tussen 8 en 10 uur 's avonds. Woensdag werd in het Spenkbos in Apeldoorn het nieuwe kinderboek Lang Geleden in Apeldoorn gepresenteerd. De presentatie vond plaats bij een van de 6 kleine grafheuvels... Daarbij waren onder meer wethouder Maarten van Viersen, Karen Reinders, directeur van CODA en de kinderen van groep 5 van de naastgelegen Heuvelaan School aanwezig. Het kindergeschiedenisboek is geschreven door Nanda Roep. Ik heb de opdracht gekregen van de gemeente, die heeft het bedacht. En toen was het zoeken hoeveel informatie zetten we er wel of niet in. Want je kunt natuurlijk
heel gedetailleerd schrijven of iets minder gedetailleerd. We wisten wel dat we het toch wel zoveel mogelijk details wilden meegeven, waarbij we dachten, dit snappen ze nog. En het idee is de hele tijd geweest dat het leuk zou zijn als de ouders meelezen. In het boek zijn heel veel tekeningen te vinden die door Helene Jorna zijn gemaakt. En dat bleek nog een hele klus te zijn. Het was best wel even een puzzeltje, want ik kreeg natuurlijk de verhalen die geschreven zijn door Nanda Roep. En die waren heel mooi en heel, je voelde gewoon helemaal de sfeer van het boek. En toen ben ik toch, omdat ik zelf Apeldoorn ben ik toch eventjes vaak naar de plekken gegaan waar de verhalen over gingen. En om een beetje toch het gevoel op te snuiven. En ook heel veel op Google zoeken, hè, naar plaatjes. Schrijfster Nanda Roep heeft veel hulp gekregen van een aantal historici om de juiste geschiedenis van Apeldoorn op een rijtje te krijgen. Ik woon inmiddels al een redelijke tijd in de stad, maar ik noem mezelf toch echt een import Apeldoorner. Het was zelfs zo dat de opdrachtgever als archeoloog heel veel over de oude tijden wist, maar dan weer ietsje minder over de jaren 70 bijvoorbeeld. Dus we hebben met heel veel deskundigen samengewerkt. En die hebben, dus ik heb uiteindelijk een team van wel 15 deskundigen om me heen gehad, waarbij verschillende specialismen zaten. Op de voorkant van het boek staan, zo lijkt, een leuk gezelschap geportretteerd. Maar ik heb voor elk hoofdstuk een poppetje bedacht of een figuurtje en dan, ja, dan gaat het ook meer leven voor de kinderen. Dus, en dan voor mezelf ook, want op het laatst was het gewoon familie. Daarom heb ik ook zo'n foto voorop gedaan, weet je wel. Dat is gewoon de hele familie van kinderen die elkaar eigenlijk niet kunnen tegenkomen. Maar iemand uit van nu zit naast, professor Röntgen toen hij nog 10 was of zo, weet je. Dus dat is superleuk. Als het aan de schrijfster ligt, blijft het niet alleen bij het lezen van dit boekje. Je mag ook regelmatig de benen strekken. Het zijn dus 10 verhalen over 10 geschiedenisonderwerpen. En bij al die verhalen is er ook een plek in Apeldoorn die je kunt bezoeken. Het is geen toeval dat dit boekje juist vandaag werd gepresenteerd, want vandaag begint de Nationale Kinderboekenweek. Kosten nog moeite zijn gespaard om toch weer voorstellingen in Theater Orpheus te kunnen geven. Maar nu het coronavirus weer razendsnel om zich heen grijpt, werden afgelopen maandag nieuwe maatregelen door het kabinet afgekondigd. Vanaf dinsdag mogen nu maar 30 bezoekers in één zaal zitten. Maar om die maatregel op zo'n kort termijn toe te passen, is gezien de kaartverkoop niet te doen. De directeur van Theater Orpheus vroeg de burgemeester van Apeldoorn toestemming voor de voorstelling van Sven Radtke in haar theater. Ik heb echt de hele dag de telefoon in de gaten gehouden om te kijken of het inderdaad doorging. De voorstelling van Sven Radtke kon doorgaan. Er zaten zelfs ruim 200 mensen in de zaal. Ja, dat is meer dan die 30 die zijn aangekondigd. Dus we hebben voor vandaag officieel ontheffing gekregen van de voorzitter van de veiligheidsregio, de burgemeester van Apeldoorn. En daar zijn we enorm dankbaar voor. Maar we snappen natuurlijk ook het grotere belang en de ingewikkeldheid van de afwegingen. Gelukkig mag het. Het is natuurlijk bizar allemaal. Van uur tot uur vragen we ons een beetje af wat kan nog. Maar vanavond mag het. En ik hoop natuurlijk niet dat het de laatste is. Later deze week moeten we meer horen. En ik hoop oprecht dat wij gewoon door kunnen gaan. Want we hebben een hoop artiesten staan de komende tijd, die willen dolgraag optreden. Het is echt veilig en je merkt ook dat mensen echt kunnen genieten zonder dat ze de hele tijd om zich heen moeten kijken van oh, is het wel veilig? Het is de eerste keer voor mij, dus ik dacht ik wilde wel eens meemaken hoe het gaat. Het is wel even anders. Ik ben blij dat het kan, maar het is niet erg gezellig. Ik bij de Generations, dus de jazzvoorstellingen, dat leek net een beetje een feest wat niet op gang wou komen, zeg maar. De theaterbranche heeft bij de voorzitter van de veiligheidsregio's het verzoek neergelegd om meer dan 30 bezoekers te mogen ontvangen. Tot die tijd moeten de theaters een ontheffing voor de voorstellingen aanvragen. En dat betekent voor onder andere Theater Orpheus heel veel onzekerheid. Donderdag rond het middaguur is een vrouw gewond geraakt nadat zij met haar fiets werd geschept door een auto. Dat gebeurde op de Vliegerlaan in Apeldoorn. De vrouw fietste van haar erf de weg op en zag de auto over het hoofd. De vrouw is met haar verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De automobilist kwam met de schrik vrij, maar zijn auto was zodanig beschadigd dat deze moest worden weggesleept.
De fiets van de vrouw raakte zwaar beschadigd. Op de Zolseweg in Wenen-Wiesel is donderdagmiddag een 14-jarige jongen om het leven gekomen nadat hij met zijn fiets frontaal op een auto klapte. Het ambulancepersoneel heeft de jongen nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Volgens getuigen fietste de jongen zonder uit te kijken de weg over. Een traumahelikopter kwam na het ongeval om assistentie te verrichten, maar dat bleek niet meer nodig te zijn omdat de jongen toen al was overleden. Donderdagavond raakte een automobilist de macht over het stuur kwijt en klapte vervolgens tegen een boom. Dat gebeurde op de KS-dijk in Beekbergen. De bestuurder kwam met lichte verwondingen ervan af. De weg was enige tijd afgesloten geweest, maar dat leidde niet tot problemen. De auto is door een bergingsbedrijf weggesleept. Het is vandaag 76 jaar geleden dat de bewoners en de helft van het personeel van het psychiatrische inrichting Het Apeldoornse Bos door de Duitsers werden opgepakt en naar Auschwitz werden afgevoerd. Daarna werd het terrein gebruikt voor standrechtelijke executies van 6 leden van de verzetsgroep Narda. De protestant-christelijke basisschool De Regenboog houdt jaarlijks bij het monument op die plek, bij het huidige Cerelo, een herdenkingsbijeenkomst. De regenboog is ooit begonnen op het terrein bij Cerelo, de Groot Schuilenburg. En na de hand zijn ze hier naar de wijk gegaan en is het een hele grote school geworden. En onze oud-directeur Jan Huizinga was toen ook al betrokken bij, bij de herdenking bij Stichting 4045. En toen hebben wij met de school het monument geadopteerd. En eigenlijk ieder jaar, al die 25 jaar, zijn we al betrokken geweest bij de herdenking daar. En de kinderen van groep 7, die verzorgen iedere keer de herdenking. En die zijn betrokken, die maken het monument schoon. Die krijgen het hele verhaal te horen rondom de herdenking. De leerlingen krijgen op de school ook de verhalen mee wat er toen allemaal is gebeurd. We kennen het verhaal ook rondom de executie van 2 oktober, kennen wij goed op school. Dus de kinderen in groep 7 krijgen dat verhaal altijd te horen. Vaak zorgen we ook wel voor een gastspreker op school die in de klas komt vertellen. Dus op die manier leeft het echt voor de kinderen en zijn de kinderen enorm betrokken bij dit hele verhaal. Door het coronavirus is dit jaar geen herdenkingsbijeenkomst. In plaats daarvan heeft de school een film gemaakt over de heftige gebeurtenissen op 2 oktober 1944. Wij dachten, wij kunnen dat zelf als leerkrachten alleen doen. Maar het is veel mooier om hem breder te pakken en ook nabestaanden aan het woord te laten. Mevrouw Bea Drost van Cerelo aan het woord te laten. En op die manier, op verschillende manieren, het verhaal te vertellen. De film is heel erg aangrijpend, waarbij je kunt afvragen of daar de leerlingen wel naar kunnen kijken. We laten de video alleen zien en dit verhaal delen we alleen vanaf de groepen 7. Bewust, want dat is een leeftijd waarin het sowieso in het leerjaar gaat het over de Tweede Wereldoorlog. En het is natuurlijk niet alleen dat je die video laat zien en dat daarmee de les klaar is. Het gesprek gaat er juist over. Ik denk dat het heel erg waardevol is. En dit verhaal is niet anders dan het verhaal wat we de afgelopen jaren verteld hebben in de groepen 7. Waarin ook de kinderen betrokken zijn bij het maken van een gedicht of een verhaal wat ook altijd voorgedragen wordt bij de herdenking zelf. Dus het is wel heftig, omdat ze ook beelden zien, hè, foto's van over wie het gaat. Vooral van de heer Wijma zijn dit jaar veel foto's zichtbaar, ook in de video. Dus je weet over wie het gaat en dat maakt het heel persoonlijk. 2 oktober 1944 kan je wel omschrijven als de meest zwarte dag van de Apeldoornse geschiedenis. Na het nieuws wordt de gehele film van de basisschool De Regenboog uitgezonden.